En het is een hele spannende dag vandaag. Ta-da-da-da-da! Hij is geslaagd! Een lopende zak! Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is woensdag 12 juni. En het is een hele spannende dag vandaag. Nout krijgt vandaag de uitslag van zijn examen. En het is een beetje algemeen bekend dat Nout niet zoveel op school geeft. Die heeft altijd zo min mogelijk... Ik zie mijn haar, staat alle kanten op. Die heeft er altijd zo min mogelijk voor gedaan. School is echt niet zijn ding. Dat is ook de reden dat hij natuurlijk volgend jaar net als... Stan en Eline de bakkerijopleiding gaan doen. Eén dag in de week naar school en de rest lekker werken. Dat past bij hem. Hij heeft echt een eindspurt gemaakt. Omdat hij wist, als ik nu even mijn best ga doen, dan kan ik misschien slagen. En dan ben ik van school af, anders kost het je nog een jaar. Dus die heeft echt voor zijn doen heel hard voor school gewerkt. Naar bijles geweest, examentrainingen gedaan, proefexamens gemaakt. En vanmiddag worden we gebeld met de uitslag. Dus fingers crossed. En daar is Nout. Nout heeft vandaag intro gehad. Kennismaking op het Curio. Was leuk. Dat ik niks aan. Heb je nog kleren moeten passen? Ja. Ja. Moet je maar kijken of je het bestelt. Zei jij, maar ik weet nog niet of ik wel mag komen. Jawel, anders zou ik naar MBO ingaan. Twee? Oh. Dan ga je 3 doen. Wat? Ta-da-da-da-da! Ik ben geslaagd. Hij is geslaagd! Maar ik word zo gebeld. Ik zit zo te wachten op de bus. Ik word gebeld. En ik zie hem anoniem. Maar ja, ik dacht al, die was iemand zo ook wel prank al of zo. Maar toen belde mijn mentor. Dus toen. Ik hoorde al een stem, een vrouwenstem, maar ik wist niet of het haar stem was. Ja. Ik hoorde het niet goed. Dus ik dacht prank al. Waren het heel geslaagd of daar zei ze niks over? Daar zei ze niks over. Ik heb. Tot nu toe maar gehoord dat één iemand is gezakt. Oké. Uit de klas. Heb je een groepsappje? Nou, dan zou je ook niet app in de groepsapp hebben. En wat had je voor je Engels? 8.8. Ja, je wist dat het goed had gemaakt, maar zo hoog? Ik zei minimaal 8. Ja. En bio had ik een 4.1 en geschiedenis een 5. En, maar daar stond je net wel oké voor. Daar stond er al een 7 voor. Ja, bio was niet je best. En wiskunde een 5.6. En waar stond je daarvoor? Een 5. Dus dan heb je nou een 1,5 op je lijst dan, denk ik. Ja, 2. Dan kom je op een 5,3. Bio. Een bio ook. Net geslaagd dan. Met 2,5. En een compensatiepunt, dus 1 berekenen onder 0. Waarom een compensatie? Omdat je 7 had? Nee, die 8,8. Oh. En die 7, zeg maar, is heel raar. Ze deed uitleggen waar ik stap van die. Zei je, maakt niet uit, ik ben geslaagd. Ja, dat zei ik. En ik moet ook een focaccia gaan maken. Ja, dat had Eline vorig jaar ook. Maar had ze toen helemaal gemaakt. Helemaal de best heb gedaan, is nooit op school besproken. Ja, dus ik ga gewoon in de bakkerij als we die maken. Ga je gewoon een lekkere... Dan doe ik er een beetje kip erover in. Ja. En dan is het. Hier alle papieren. Ja. En dit is voor de kassa. Zit je met veel in de klas? Nee, niet heel veel. Maar ik zit wel met 2 jongens die ik al ken. Oh, waar ken je die van? School. En ik zit bij Maiko. Ken je hem? Van de basisschool? Ja. Oh, die gaat ook een bakkersopleiding doen. Denk ik. Bol of BBL? BBL. En waar gaat hij werken? Weet je. Dat is bijzonder dat hij daar niet in aanbod heeft gevraagd. Huh? En jongens die je kent? Van school of van... Van school. Van Markland? Ja. En die gaan ook bakkerijopleiding doen. Bijzonder. Ja, best wel veel hoor. Ja? Dan zit je dus met 4 uit Den Bosch. 5, maar ik ook. Ja, en jij? En dan nog 2 andere toch? Is toch 4? Een lopende zak. Dan moet je even van hem afhalen, want dan word je helemaal gek. Kijk, Louis gaat hem al helpen. Maar, Michael, jij en dan 2 uit Den Bosch. Nee, die komen trouwens niet uit Ambos, die hebben in Ambos op school gezeten. Oh, oké. Okay. 1,7 jaar en dan met kleur. Oh, oké. Okay. Nou, de taart staat er klaar voor jou? Ja. We gaan taart eten!
Niet meer naar school. Jawel. Ja, één dag in de week. Maar dat is dan nog doen wat je leuk vindt. Maar geen geschiedenis, biologie. Geen wiskunde meer. Geen wiskunde, geen bio. Oh. Geen taal, hè? Ja, trouwens dan wel. Ja, maar dat is niet veel, want Stanley heeft dat ook allemaal al. Als je dan zo'n toets goed maakt thuis, dan hoef je die dan niet te volgen, geloof ik. Oh. Zoiets. Eline heeft het ook gedaan. Dus dan als je dan goed scoort op zo'n basistoets daar, dan hoef je dat vak niet meer te volgen. Ja, we gaan taart eten. Pak de bordjes maar eens. Met z'n drieën. Nee, Eline is op boven. Floortje is er. Junior is er. Stan is ook taart aan het maken, want het was gekhuis met taarten. Ja, was veel. Ja. En papa die komt er zo aan. Die is nog in... Stel je voor, net als gezakt hebben we de taart. Oh, we hebben er een plaatje gezakt opgedaan. Hoera, gezakt! Jammer, gezakt. Bij Eline hadden we toch een gezakt taart. Hadden we gezakt taart gedaan, ja. Die was eerst nog geslagen. Nee, eerst gezakt en toen geslagen. Nee, maar ik bedoel, een geslagen taart wilden we toch eerst halen? Nee. Voor Eline? Ja. Ja, we wisten dat dat twijfelgevalletje was. Maar hij was ook niet helemaal 100%. Nee. Ja, jij hebt er in ieder geval nog voor geleerd. Eline heeft gewoon geen boek aangeraakt heel die periode. En jij hebt wel nog wel... Stan ook niet? Nee, maar van Stan wist ik wel dat het wel kan. Er stond geen onvoldoendes, hè? Zonder leren had ik denk ik wiskunde veel slechter gemaakt, maar de rest niet heel veel slechter. Nee. Maar je hebt wel een eindspurtje gemaakt door naar de examentrainingen te gaan, proefexamens te doen. Ik heb Janine nog gebeld, ik heb... Okay. Teddy gebeld, ik heb jou gebeld. Voor? Dat we zijn daar klaar, hè? En hoeveel punt had Teddy? Dat weet ik niet. Want ze heeft ook meteen mij verteld. Normaal vertelde ze dat niet, maar ik vroeg erop. En dan vertelt ze niet. Nou, tijd voor taart! Ja! Papa is er ook! Ja, hè? We hebben op jou gewacht. Lekker gewerkt vandaag. Ja, ik heb lekker gewerkt vandaag. Het was heel druk met taarten. Mag ik er eentje met chocolade, pepels en taarten? Hij belde mij nog. Mag ik hem met chocolade? Oh, ik denk jij. Nou, kijk. Kijk, oh, ja, maar hij is. Het eerste. Ja, zo. Ah, maar en chocolade. Zo. Dat is lief van jouw papa. En wie mag er dan? Ik vind. Papa. Yes. Hij belde jou nog, waarom belde hij jou? Hoeveel taart dat hij bij moest maken. En wie mag het nou? Na de uitslag kwam natuurlijk iedereen... Jij mag een vlaggetje. Na de uitslag kwam natuurlijk iedereen taart halen. Die hebben allemaal afgewacht. Mama, jij mag... Mag ik er binnen met aardbei en chocola? Oké, dan mag nu mag hij man. Wil je ook mijn aardbei zeker? Ik wil ook mijn aardbei. Ik wil mijn aardbei! Ja, hier. Hoppa. Oh, ik wil met aardbei en chocola. Nou, nu ben ik. Nee, nu is het de kat. Ja, nu doen. En net belde er een vriend van Nout. En die zegt, en ben ik geslaagd? Dus hij zegt voor de grap, nee, ik heb een herkansing. Ik ben gezakt. En hij zo, ja, echt waar? Ja, echt waar. Ja, oh ja, ik ben ook gezakt. Maar die was dus echt gezakt. Dat is niet zo heel leuk grapje dan. Nee. Toen gingen we nog eventjes een BBL-bakker fixen. Die vanmiddag op de opleiding heeft gezien. Dus die stuurt vandaag, ik heb het met mijn ouders over gehad. Als je BBL... Zijn vader heeft een bakkerij in Zevenbergen overgenomen. In Klundert. Oh. Maar daar wil hij niet bij zijn vader gaan werken. Dus hij zocht een ander bedrijf. Ik zeg, nou, wij kunnen nog wel een BBL gebruiken. Ik ga een foto maken. Dus toen zei hij, je kan, als je het leuk vindt, kan je bij ons aan de slag. Maar ook gezakt. Ja, maar die heeft toch een her. Dus die moest even zijn her afwachten. Ja. Zo, Dus je bent gelijk personeel aan het regelen met de bakkerij. Ja, maar we zijn ook zo in die stijging dat wij echt mensen nodig hebben. En nog eentje, die vroeger bij hem op school heeft gezeten, op de Klinkert. Gaat ook de bakkerijopleiding doen, dus die gaan we ook nog eventjes een bericht sturen. Mag ik raden wie? Ja. Die was er ook die dag in Etten-Leur. Op die school. Hij is klein. Hij wil YouTuber worden, zei toen zijn vader. Ja, hè, die hè, we komen niet op zijn naam. Maiko. Maiko, ja. Die zit bij hem in de klas.
op de bakkerijplein. Oh, en zo'n meisje uit Halsteren zit ook bij mij. Oh, de meisje uit Halsteren. Gin. Ja, maar die komt. Nee, die gaat bollen. Die gaat bollen. Die is ook bij mij. Hmm. Oh ja, Gin, ja, Gin gaat werken. Gaat wel baby Ellen. Gin gaat baby Ellen. Oh. Ja. 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 Oh, dat is grappig. Ja, ik adviseer echt, als je bakker wil worden, ga baby Ellen. Alle ouders zeggen bol. En alle bakkers eigenlijk, die zeggen altijd BBL. Want als je BBL, dan ga je gewoon 4 dagen werken, krijg je gewoon lekker betaald. En dat werkt veel betere motivatie dan dat ze 4 dagen naar school gaan en 1 of 2 dagen stage en niet betaald krijgen voor die stage. Het zijn toch geen schoolkinderen, zeg maar, die dat vak kiezen? Nee, het zijn meestal ook geen... Soms heb je wel eens dat voor sommige kinderen is het wel papa, beter om BBL te doen. Dat is onze familie. Dat is onze familie, ja. Nee, die van Roos. Roos. Ja, voor sommige mensen is het beter om bol te doen. Ja, voor sommige mensen is het wel beter om bol te doen die dan echt nog, ja, eigenlijk nog een beetje te kinderachtig zijn dan. Een beetje stom gezegd, maar... Nee, nog een beetje te jong om, al, ja, om de verantwoordelijkheid te hebben om te gaan werken. Ja. Maar als het zulke mannen net snout zijn, die gewoon niet onzeker zijn, niet bang zijn, tegen een stootje kennen, ja, dan moet je echt gaan BBL'en. Wat zei Jim? Wat zei ze? Ik ken jou. Had je al met Jin gewerkt? Oh, 1 of 2 keer. Ik zei, hoe ben je nu dan? Maar. Nou, dat is ook leuk als je Jin tonic lekker vindt. Hey, Jin. Heb je schrijft het anders. D-J-I-N-N. Oh. Jin. Dat is een lekker taart. Heel erg gemaakt. Het is avond. Ja, en wij zijn thuis van etentje met Bas en Marijn. We hebben de vakantie besproken, want die komen in de vakantie in ons huisje. En ja, een beetje dingen waar wij, hoe wij tegenover staan en hun daar tegenover staan. Het was gezellig bij het Grietje, waar we vaker gaan naar Roosendaal. En Viton die vindt het heel leuk om op de aardrecht te springen. En, ja, dat kan die goed, hè? Kom zo, hè? Ik doe die vanaf deze tafel. Kijk of dat nou lukt. Het is op die stoel. Ja, en dan staat hij daar zo te wippen. Ja, dan moet ik een worstje in leggen zo. Dan doet hij misschien wel. Viton! Nee. Ja. Hij luistert niet naar zijn naam. Nee. Doe je wel. Nauti heeft zijn cijferlijst opgehaald vanavond. Die vond het ook leuk om alle leerlingen... Even mijn cijferlijst naast zetten. Ja, naast. Is goed, dan moet ik even boven. Nou, dan gaan we over gelijk hoor. Over 10 minuten, dan is Stan terug. Met zijn cijferlijst, want ik kan die niet vinden. Ja, ik denk dat hij die wel kan vinden. Ja? Dat hij die gewoon... Ik heb mijn lens al uitgedaan, dus ik zie helemaal niks. Ik denk al chique slecht. Ik heb bril ligt, hè? Ja. Moet ik mijn bril even opdoen. Zie ik er wijzer uit dan? Ja, dan zie ik het wel. Oh, de achterste moet even goed draaien. Dus de lijst. Hij heeft geluk gehad. Hij heeft heel veel geluk gehad. Zullen we zijn punten privé houden? Nee, volgens mij heb ik het al wel besproken hoor. Dat hij, 6, 7, 6, voldoende, voldoende. 5, 5, 6, 7, 6, 7. Ja, 2 vijven, maar omdat hij ook 2 zevens heeft. Of met 1 zeven was ook wel goed geweest, dan had hij. En voor wiskunde en bio. Mijn beste vakken. Ik weet niet wat hij had, maar ik had economie als hoofddingen. Hoe bedoel je? Ja, als vakkenpakket. Als vakkenpakket, ja. Hetzelfde misschien wel. Nee. Nee, biologie heb ik ook niet. Hmm. Heeft hij, waar staat dat dan? Wiskunde, oh, economie. Groen. Groen heeft Nout. Ik kon economie. Ja, Nederlands, jij 7, Nout 6. Engels had nou een 7, ja, 8. Oh. Maatschappij 6. Nou, die gaan we opvoeding voldoende bij Nout. Dat heb je allemaal goed. Terwijl we eigenlijk Nout atletischer is. Nou. Ja, ja. Kunstvakken inclusief, wat is dat? Voldoende. Wiskunde 5, en jij 7. Economie en. Ja, een 7. Ja, ook een 7. Geschiedenis en staatsinrichting 6. En 7. Natuur en scheikunde had hij niet.
Ja, dat hij biologie van, hè? Dat is dan een 5 of 5. Ondernemen, had nou toch een 6, dat jij niet? Nee, had ik niet. Dienstverlening en producten een 6, had je ook. BNP heb ik wel gehad. Oh nee, het laatste jaar niet, nee. Dat was, presenteren, promoten en verkopen een 7. Dat is het toch wel. Ja, ondernemen, economie heeft hij allemaal wel goede vakken. Hij heeft hij goede punten. Ja, toch? Dus een 7. Ik vind het voor Nout, die geen schooljongen is. Jij was veel meer een schooljongen. Ja, maar ik deed evenveel als hem, maar bij mij kwam het allemaal wat makkelijker binnen. Dan ja, maar dit is gewoon... Hij heeft echt de eindspurt gemaakt met zijn... Hij is gewoon geen school. Naar bijles geweest voor wiskunde zo, heeft hij wel goed gedaan. Hij had ook kunnen denken, zoek het maar uit. Maar hij wilde niet nog een jaar zijn, maar dat had ik toch niet gehoeven. Ik zeg, nee hoor. Dan had je gewoon niveau 2 mogen gaan doen. Want de vervolgopleiding. Maar dat heb ik nooit gezegd, want dan had hij helemaal niks gedaan. Ik vind het dat hij dat best goed gedaan. Ja, dat vind ik ook. Dat team verwacht ik niet zo slaan. Wij zijn geen VWO'ers hier zo, alleen de Guus toevallig. Hè, daar is... Maar Neil kan het ook wel. Ja. Ik ook wel. Wij zijn gewoon geen studeermensen. Dat is het verschil. Wij zijn meer doeners. En zo is iedereen anders. Dan moet je alles van iedereen respecteren. Jij bent meer de doener en ik ben meer een denker. Ja. Jij bent ook een doener. Ik vind dat veel leuker dan... Ik zou niet hele dag hier achter de computer moeten zitten. Nee, ik ook niet. Dan laten we de mama over. Ja. We moeten er ook zijn, hè? Ja, we moeten er ook zijn. En de maken ze ook. Nou, ik ben gewoon wel een beetje trots op. Nou, op jou was ik ook trots op. Als je dan maar niet van denkt van... Een beetje trots. Heel trots. Ja. Dat hij het gewoon zo in één keer heeft gehaald. Ja. Nou, en dit jaar geloof ik het wel, maar net het tweede en de derde jaar van mijn opleiding dacht ik echt, na. Vorig jaar was hij echt mijn hak over de sloot. Ja. Ze zei, ja, voordeel van de twijfel, ga het maar proberen. Wij zijn wat dat betreft wel blij dat nou het verkeer gekregen heeft, want dat is wel goed. Teddy als je kijkt. Ja, Teddy als je kijkt, van alles van Teddy. Ja. Dat is... Heeft hem wel op het rechte pad gehouden. Ja, in ieder geval serieus. Ja. Ja. Nou, wij zijn dus tevreden ouders. En wij gaan naar bed. Dit was een dagje. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.